Renault Antwerpen. De auto's van stad. Renovaren betekent over nieuwe dingen. En de christelijke arbeidersbeweging is daar ook aan toe na een jaar waarin ze fel onder vuur kwam te liggen. Antwerps verbondsecretaris Annemie Verhoeven klonk gisteravond strijdvaardig. Het verleden toonde uitdrukkelijk aan dat de zeur- en klaagreactie op een crisis vanuit een nationalistische of een populistische houding ons heel veel miserie brengt. Ons imago werd bewust beschadigd en men trachtte ons uit elkaar te spelen. Maar natuurlijk zijn wij niet bij de pakken blijven zitten. Verdeel en heers, dat laten wij niet toe. Het ACW vindt dat deze crisis nieuwe kansen biedt, zeker als de vrijwilligers, zoals die van Harmattan, zich belangeloos blijven inzetten. Ik ben blij voor de vrijwilligers die daar elke week zo hun tijd in steken om te zoeken hoe dat ze aan mensen van al die nationaliteiten toch onze moeilijke taal kunnen aanleren. Ik vind het heel belangrijk dat mensen die hier wonen in ons land ook kunnen participeren in de maatschappij. Taal is heel belangrijk en het is heel goed dat we die mensen kunnen ondersteunen door hen de lessen te geven.